maken we een uitstapje naar Nieuwekerke op Schouwen-Duiveland. We gaan op bezoek bij een bekende Nederlander. Want hoe woont de snelste vrouw van Nederland? Welkom in ons droomhuis. Nou, hier zijn jullie dan in de woonkamer. Ik heb ook een stukje Suriname hier. Dat is een Indiaan die hebben we een paar jaar geleden hier naar Nederland toe gebracht. Het was heel veel pijn en moeite om het hier naartoe te krijgen. Het vervoer van Suriname naar Nederland was duurder dan, de hele Indiaan. Dit is mijn droomhuis. Daar hebben we hard voor gewerkt en het is het mooiste wat iemand kan hebben, toch? Om zelf je eigen huis te ontwerpen. Mijn woonkamer is lekker ruim, dus om de zoveel maanden verschuif ik al mijn meubels zelf. En heb ik bijna al mijn trofeeën, wil ik niet zeggen, maar de dingen die ik leuk vind, heb ik hier op mijn dressoir staan. Dit is de Jaap Ede die ik ooit heb gewonnen als verkiezing van sportman, sportvrouw van het jaar. In 85 zou ik hem bijna hebben gekregen. Het scheelde me één puntje, één stemmetje. Toen kreeg ik hem in 86. Nou, in het koorhuis vergeet ik nooit meer. Ik zie hem nog staan, heel nerveus. Heb je het of heb je het niet? En ik had hem. Ik ben 6 keer Europees kampioen geweest op de 60 meter. Ik heb een wereldrecord gehad op de 60 meter, 7 seconden. En ik ben 2 keer wereldkampioen geweest. En mijn records staan er nog steeds. Op de 50, 60 en de 100 meter. We zijn eigenlijk hier terechtgekomen, eindelijk door een vriendin. En we kwamen daar heel vaak. En toen zei ze, joh, je moet een keer een stukje grond kopen in, of komen wonen in Zeeland. Ik zei, ja, wonen, ik woon in Rotterdam. En toen kregen we een tip dat er hier grond te kopen was al heel lang. En hebben we het gekocht voor 35 gulden, vierkante meter. Dit is een stukje Rotterdam. Dit heeft een vriend van mij ontworpen. Die wilde toen de tijd de Van Brienenoord kleur geven. Regenboogkleuren. Toch een stukje Rotterdam in het mooie Zeeland in huis. En dat, ik blijf Rotterdams. Ik hou van mooie glazen en mooi servies. En ik heb gehad in mijn vorige huis dat mijn zus mijn kast openmaakte. Al mijn kristallen glazen naar beneden zijn gegaan. Was echt een prachtig geluid, maar verschrikkelijk, want ik verzamelde alles. Konijntje heb ik ooit met Pasen gekregen van iemand. Het ging niet zo goed met mijn zwangerschap en zo, een paar keer misgegaan. Toen zei een vriendin, oh, je hebt een konijntje gekregen. Wacht maar, je wordt zwanger. En een paar maanden later was ik zwanger. Dus voor mij heeft het toch wel iets bijzonders. Dit is de Winterhoek, zeg ik altijd. Want zoals ik al zei, ik verschuif hele interieur en dan liggen we hier. Tjaka, met z'n drieën. En dit is sinds 3 jaar onze droomkeuken geworden met allemaal inbouwapparatuur. Ja, hier leef ik me uit. Ik heb verse groentesoep gemaakt. Met natuurlijk echte ballen erin en een stukje vlees. Nou, dit is onze tuin. Zwembad zijn we eigenlijk winterklaar aan het maken. Hij is een beetje groenig. Ik heb er niet veel verstand van het zwembad, hoor. Want dat doet mijn man allemaal. Het is nog niet helemaal op en top. Maar hier zitten we meestal ook lekker te loungen. Dit is onze slaapkamer. Het liefst hang ik hier. Dit is mijn lekkere hangplek. Ze hebben het toch over hangjongeren? Dit is mijn hangplek. Mijn grootste wens is om mijn badkamer een keer te veranderen. Het is al 18 jaar hetzelfde van, hey, heeft er iemand een idee? Hoe zouden we het anders kunnen verplaatsen? Ja, ik zie ons hier wel oud worden. Ik ben heel gelukkig hier. Ja. Ben jij ook zo trots op je droomhuis? Geef je op via onze website.